weer mislukt. Nee, dat goochelen dat gaat me niet zo best af. Daarvoor moeten we toch eigenlijk bij de Fed zijn, de Centrale Bank van Amerika. Want afgelopen vrijdag werden de werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Belangrijk cijfer waar iedereen altijd erg naar uitkijkt. En wie schetste ieders verbazing toen er bekend werd gemaakt dat er 2,5 miljoen banen plotseling waren bijgekomen. Nou, als we dan weten dat de economie de laatste tijd heel erg slecht draait, of eigenlijk helemaal niet draait in Amerika. Zeker met het coronavirus. Miljoenen werklozen elke week erbij. Productie ligt eigenlijk helemaal op zijn gat. Er gebeurt gewoon bijna niks. En dan ineens 2,5 miljoen werklozen erbij. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? It doesn't matter what happens to fundamentals. It doesn't matter what happens to corporate earnings. It doesn't matter what happens to economic growth, because the Fed will buy what I want to buy. That's the mindset of the market right now. Ach ja, natuurlijk. De Fed die alles opkoopt. Staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen zelfs, noem het maar op. De Fed pompt ongelimiteerde liquiditeiten in de markt en ja, dan krijg je dat. Hè. Dus wat we de laatste tijd al zagen, komt er slecht nieuws naar buiten, de beurs gaat omhoog. Komt er goed nieuws naar buiten, de beurs gaat ook omhoog. Dus ja, wat dat betreft is de beurs inmiddels compleet losgekoppeld van de economie. Dus laten we eens kijken wat we de afgelopen week weer hebben meegemaakt. Nou, hier zien we de SPY, de ETF van de S&P 500. Nou, je ziet, vrijdag werden die cijfers bekendgemaakt en de beurs die ging weer 2,5% omhoog, de S&P. Dus dat was allemaal weer holla de jee. De ETF van de Nasdaq, nou, ook eigenlijk een hele mooie dag. Die zit ook in een uptrend. De Dow Jones zelf, de ETF, gapte omhoog. Zie je, dat was ook een hele bullish dag op behoorlijk hoog volume. En als we nog kijken naar de ETF van de Russell 2000, ook een hele mooie dag, mooie week ook. Dus ja, al die indexen die zitten gewoon in een stevige uptrend. Ja, en je vraagt je af, waar stopt het een keer? Nou ja, het zal natuurlijk wel een keertje gaan corrigeren allemaal. Maar voorlopig zie je dat MA50, het MA20, de T-line, de triggerline, het exponentieel achtdaags gemiddelde, alles wijst omhoog. De koers zit erboven, dus ja, dat gaat allemaal heel erg goed. Even nog kijken naar de edelmetalen, GLD. Goudaandelen, nou, die deed het wat minder. Maar wat je dus wel ziet is dat GLD nu een beetje in de onderkant van die trading range zit. En ik verwacht eigenlijk niet dat goud nou nog heel erg veel zal gaan dalen. Dus misschien is dit eigenlijk wel een mooi koopmoment. Als de komende week die koers boven die slotkoers van vrijdag zich kan handhaven, dan ziet dat er eigenlijk nog niet eens zo slecht uit. En als we kijken naar zilver. Zilver heeft natuurlijk al een hele mooie run gemaakt. En ja, is nu een beetje gecorrigeerd, maar ziet er toch eigenlijk nog best wel sterk uit. Nou, wat die het wat minder doet is de ETF van de langlopende Amerikaanse staatsobligaties, TLT. Dus niet zo verbazingwekkend. Meestal is dat een beetje een soort omgekeerde afhankelijkheid, zou je kunnen zeggen, van elkaar. Als de aandelen omhoog gaan, dan gaan die obligaties wat omlaag. En je zag ook de rente op de staatsobligaties vooral vrijdag omhoog gaan. Nou, dat is ook voor de aandelenmarkt een behoorlijk bullish signaal. Wat had ik verder? Ja, nog eventjes de SPX, de S&P 500. Als je dan kijkt vanaf die bodem daar ergens in maart tot aan nu, dan hebben we het over ongeveer ruim 43% stijging in ongeveer 2,5 maand. Dat is natuurlijk gigantisch. Dat maak je niet echt vaak mee. Ja, en wat je wel ziet natuurlijk, is dat niveau, die all-time highs, moet ik eventjes een goed dingetje kiezen, dat komt nu toch wel aardig in de buurt hier. Dus het is natuurlijk wel de vraag, gaat die koers daar eventjes makkelijk doorheen of stoot hij daar zijn kop tegenaan?
Nou, ik verwacht zelf eigenlijk wel het laatste, want ja, na zo'n enorme stijging, dat gaat nooit in één rechte lijn. Dus er zal de komende weken wel een soort van correctie komen, denk ik. En ja, wat je in het verleden ook zag, is dat als die koers dan hier in de buurt van die 3400 komt, de kans toch wel groot is dat die wat terug gaat vallen. En dan hoeft die niet meteen te gaan crashen. En ja, die stemmen die hoor je natuurlijk ook opgaan, vooral de laatste tijd. We staan weer aan de vooravond van een zware crash. Maar ja, als je naar het verleden kijkt in ieder geval, voor zover dat een voorspellende waarde heeft natuurlijk, maar hoeft dat helemaal niet te zijn. Het kan heel goed zijn dat die koers dan wat terug gaat vallen en een tijdje wat zijwaarts gaat bewegen, omhoog, omlaag. En ja, misschien daarna wel weer verder omhoog, wie zal het zeggen. Maar dat die koers vanaf nu in één keer door dat niveau gaat knallen, dat verwacht ik eigenlijk niet. Als we nog eventjes kijken naar wat sectoren, zie je de healthcare sector. En dan zie je ook dat zo'n sector tegen die tegen de bovenkant, weet je wel, zit aan te drukken bijna. Dus je ziet al dat die hele sector al een beetje zijwaarts beweegt een tijd. En ja, het kan ook zijn dat die kracht of energie aan het opbouwen is om er vervolgens doorheen te knallen. Maar je ziet wel, als zo'n koers eenmaal daar in de buurt komt van dat vorige niveau, dat hij dan altijd wat moeite heeft om daar gewoon dwars doorheen te gaan. Nou, dat zie je ook bij deze ETF, de Materials. Een beetje hetzelfde verhaal zie je. Die heeft nu ook ongeveer dat weerstandniveau bereikt. De technologie sector, nou, die ziet er wel heel sterk uit. Maar ja, die zit nu ook wel tegen dat weerstandniveautje bijna aan. Zie je. Dus ja, misschien dat we maandag, dinsdag nog wat verder omhoog gaan. Maar ik acht de kans toch wel groot dat we in de loop van de week even een tikkie terug gaan doen. Nou ja, voor de rest zijn er natuurlijk toch altijd nog wel aandelen die het heel goed doen. Bijvoorbeeld Boeing. Zie je, Boeing heeft een hele tijd tegenwind gehad. Hè. Hard gedaald, hard afgestraft. Ja, zat toen in die trading range een hele tijd vanaf half maart. Maar je ziet dat hij daar nu donderdag en vrijdag behoorlijk overtuigend is uitgebroken. En ook nog eens een keertje op hoog volume. Want afgelopen, wat was het? Vrijdag ruim 100 miljoen aandelen die eventjes over de toonbank gingen. Dus er is behoorlijk wat interesse voor zo'n aandeel als Boeing. Nou, ik heb vorige week mijn abonnees gewezen op een aandeel als Spirit Airlines. En dat was ongeveer op het niveau van 14 nog wat, geloof ik. 14,5. Nou, er zijn heel wat mensen die daar leuk geld aan hebben verdiend. Want je ziet dat aandeel, dat is ook op hoog volume behoorlijk omhoog geknald. Het is nu een beetje te laat, denk ik, om daarin te stappen. Maar goed, je zou kunnen wachten op een correctie. Misschien, ja, misschien tot het 20 niveau. En dat het aandeel dan weer verder de weg omhoog gaat zoeken. Maar in ieder geval, tot nu toe was dat een leuk ritje. En een ander aandeel waar vorige week mijn oog op viel en wat ik toen heb rondgestuurd, is GoGo. Ik heb hier nog een streepje staan van vorige week. Je ziet dat dat aandeel omhoog ging en vervolgens wat terugviel. En ja, dan maakt zo'n aandeel wat ze in het Engels noemen een J-hoek. En dat is een behoorlijk bullish signaal, een bullish patroon. En je ziet toen, toen die koers door dat niveau brak, je zag je ook het volume toenemen en vervolgens schoot die koers ineens omhoog. GoGo maakt breedband internet toegankelijk voor de commerciële luchtvaart. Nou ja, de hele luchtvaart is ook wel een beetje aan het opkrabbelen. Dus dat zal er ook wel mee te maken hebben dat er wat hernieuwde interesse is voor zo'n aandeel als GoGo. Maar in ieder geval, ook hier geldt weer, ik zou het nu niet daarin stappen, maar als dat aandeel een beetje corrigeert, dan is dat misschien alsnog een leuke kans om daar een graantje mee te pikken. Nou, tot slot, waar mijn oog op viel, een interessant iets, W&T Offshore. Kijk, dit is
een goedkoop aandeel. Ik heb eigenlijk niet gekeken of er opties op te krijgen zijn. Maar goed, je zou natuurlijk ook iets met aandelen kunnen doen. Dit aandeel zit al een tijd in zo'n zijwaarts patroon. Maar nadat het boven het MA50 is uitgebroken. Nou, je ziet ook dat MA20 en die T-lijn bewegen nu zo'n beetje op elkaar. Maar het ziet er wel behoorlijk bullish uit. Er is niet heel veel volume, maar afgelopen vrijdag 11,7 miljoen. Vind ik eigenlijk nog niet eens zo slecht. Dus er was veel interesse vrijdag voor. Dus dat aandeel is duidelijk uitgebroken. En ja, als je zo kijkt, dan heeft dat nog best een hele run te maken naar dat niveau van 6. Dus dat zou dan een verdubbeling bijna betekenen. Dus misschien een aardige tip. Natuurlijk geen beleggingsadvies, want dat mag ik natuurlijk niet geven. Maar mijn oog viel erop en ik vind het er wel interessant uitzien. Nou, wat ook interessant is, ik heb het al vaker genoemd, mijn tweewekelijkse nieuwsbrief. Ik heb nu net, het is nu zondag, het nieuwste nummer klaar, wat er morgen uitgaat. En daarin bespreek ik ook weer heel wat interessante dingen waar je op moet letten. Als je een beetje gevoel wil krijgen bij de beurs, wat de beurs gaat doen. En onderdeel van Beursvizier is ook de live alerts die ik uitstuur. Dus als ik zelf een positie inneem, dan stuur ik dat meteen naar mijn abonnees. Ook als ik een positie aanpas of als ik eruit stap. Ik geef in ieder geval altijd aan waarom ik iets doe. Dus dat is heel leerzaam. En ik zal hieronder weer een linkje opnemen in deze video. Dan kan je kijken of het iets voor jou is misschien. Het is elke maand opzegbaar, dus je zit nergens aan vast. Voor de rest hoop ik weer op een duimpje omhoog natuurlijk. Dat is weer goed voor de winkel. Je kan je ook meteen abonneren op Weekwatcher. Dan mis je geen enkele zondag meer zo'n leuke video als nu. En verder heel hartelijk bedankt weer voor je aandacht. En ik hoop je volgende week weer terug te zien op dit kanaal. Bedankt en tot de volgende keer.